8 voedingsmiddelen die een opgeblazen gevoel tegengaan. 8 voedingsmiddelen die een opgeblazen gevoel tegengaan. Heb je wel eens last van een opgeblazen gevoel? Dan is het een goed idee om deze voedingsmiddelen aan je dieet toe te voegen. Het is ook een goed idee om uit te vinden welke voedingsmiddelen je dit gevoel geven en de hoeveelheid die je ervan nuttigt te verminderen. Heb je wel eens last van een opgeblazen gevoel? Meestal komt dat doordat je te veel gegeten hebt, maar het kan ook voorkomen door de ophoping van vocht en gassen. Daarnaast kan het optreden als gevolg van bepaalde verteringsproblemen. Hieronder vallen gastritis en obstipatie. Als dat het geval is, dan is het belangrijk om te weten welke voedingsmiddelen het opzwellen van de buik en een opgeblazen gevoel tegengaan. Vergeet niet dat iets dat zo gemakkelijk is als het beperken van voedingsmiddelen die veel enkelvoudige suikers en vetten bevatten, je gezondheid kan helpen. Deze voedingsmiddelen kunnen ook gasvorming veroorzaken. En door minder van deze producten te eten, help je je spijsvertering en bevorder je tegelijkertijd gewichtsverlies. Als je gezond wilt blijven, af wilt vallen en een opgeblazen gevoel tegen wilt gaan, zijn hier de voedingsmiddelen voor jou. 1. Lijnzaadvoedingsmiddelen die rijk zijn aan prostaglandines zijn het beste om een opgezwollen buik tegen te gaan. Lijnzaad, ook wel vlaszaad genoemd, is rijk aan gezonde vetten. Deze helpen je lichaam om ontstekingen te reguleren. Dit is te danken aan de omega-3 vetzuren die ze bevatten. Voordat je ze eet, kun je ze het beste meerdere uren in water weken. Als ze klaar zijn, kun je ze in je yoghurt, een smoothie of een salade doen. Bosbessen. Bosbessen is een ander product dat waterretentie, vocht vasthouden, en een opgeblazen gevoel kan verlichten. Dit komt omdat het zoveel flavonoïden bevat. Daarnaast hebben ze ook antioxidanten en ontstekingsremmende eigenschappen. Deze stoffen helpen om vrije radicalen te neutraliseren. Dit alles zorgt voor een heerlijk besje dat je helpt om een opgeblazen gevoel te regelen. Kersen. Zelfs al zien ze er niet naar uit, kersen kunnen je grootste hulp worden. Het is een fruitsoort die een opgezwollen gevoel vermindert. Dit komt omdat het een van de voedingsmiddelen is die de meeste ontstekingsremmende eigenschappen bevat van allemaal. Daarnaast bevatten kersen veel antioxidanten. Daarom zijn ze zonder twijfel een van de meest complete fruitsoorten die je in je voedingspatroon op kunt nemen. Curry. Dit is een veelgebruikt kruidenmengsel. Curry bevat curcuma. Hierdoor helpt het om vochtretentie en ontstekingen tegen te gaan. Curcuma is een superfood dat vele ziektes helpt te voorkomen, inclusief kanker. Vervang zout en peper door curcuma. Dat is veel gezonder. 5. Groene thee. Groene thee heeft vochtafdrijvende eigenschappen. Deze thee is ook rijk aan antioxidanten. Als je een opgeblazen gevoel hebt, kun je beter een kop groene thee drinken dan andere dranken als zwarte thee of koffie. Bananen. Je moet bananen eten als je last hebt van een opgeblazen gevoel of als je vocht vasthoudt. De kalium in bananen kan hierbij goed helpen. Als je 's avonds iets zouts eet, kun je het beste een banaan bij het ontbijt nemen.
Zoals je weet zorgt zout ervoor dat je lichaam vocht vasthoudt. Dus voorkom het gebruik van extra zout op je eten en eet een banaan om de vochtretentie tegen te gaan. Avocado's worden aangeraden als je een opgeblazen gevoel wilt voorkomen. Ze bevatten veel gezonde vetten. Andere voedingsmiddelen die op dezelfde manier helpen zijn olijfolie, amandelen en pistachenoten, zonder zout. Lactosevrije melk. Melk is een van de voedingsmiddelen die je een opgeblazen gevoel kunnen geven. Dit komt omdat het lactose bevat. Daarom is er niks zo goed als beginnen met je lactose-inname te verminderen. In plaats daarvan kun je producten met afgebroken lactose, zoals yoghurt, nemen. Later kun je weer kleine hoeveelheden melk toevoegen aan je voedingspatroon. Vergeet niet om langzaam te eten. Iets zo simpel als langzaam eten kan absoluut helpen. Kauw je voedsel goed en hou je mond hierbij dicht. Dit voorkomt dat er lucht bij je eten komt en indigestie veroorzaakt. En vergeet niet om het eten de tijd te geven die het nodig heeft. Doe het rustig aan.